Hallo beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik uitleggen hoe je de Tregion map kan downloaden en installeren. Ik heb daar een aantal vragen over gekregen van joh, hoe doe je dat nou? Nou, om dat uit te leggen, dat vind ik een beetje te veel om te typen. Dus ik denk ik maak er even een korte tutorial over. Nou, als eerste moet je naar het forum van Tregion gaan. Die link die zal ik in de beschrijving erbij zetten. Zoals je ziet ben ik al ingelogd. Dus als je normaal hier gaat staan, dan kun je je eigen registreren. Dat moet je even doen. En als je dan ingelogd bent, dan zie je download. Tregion release. Daar ga je naartoe. En dan zie je 0.1.2. Daar klik je op. En dan dit kan je op je gemak even lezen. Het enige wat ze hier vertellen eigenlijk is dat je alle DLC's nodig hebt. Dus Going East, Scandinavia, Frankrijk, Italië en de Baltics. Anders dan crasht the game, zeggen ze. Nou, als je al die DLC's hebt, dan kan je hem downloaden. En een nieuw profiel maken. En dat ga ik allemaal uitleggen. Het downloaden, je klikt op direct download. Het duurt wel enige tijd, maar het duurt gewoon even. Nou, als je dat gedaan hebt, dan zal je bij de downloads een WinRAR bestandje krijgen. Nou, die moet je gewoon uitpakken. In de mod folder, zoals je hier ziet, heb je 1, 2, 3, 4, 5 bestanden van Tregion. Nou, die zet je in de mod folder. En dan moet je eigenlijk naar Euro Truck Simulator 2. Ik heb al eerder een keer geprobeerd een tutorial te maken. Dus die video die zal ik hier nu bijvoegen. Oké, even kijken. We maken een nieuwe profiel. Ik noem hem gewoon even LVZ030 Tregion. Nou, afbeelding deze. Vrachtwagen deze. Bedrijfslogo die. Speelmodule. Nou, dan zie je dus dat ik daar niks kan veranderen. Dan ga je even naar de mod manager. En als het goed is, zou je hier de Tregion kunnen aanklikken. Nou, die aan, die aan, die aan, die aan, die aan. Bevestig verandering. Speelmodule Dutch map 2, profiel creëren. Nou, dit ga ik later allemaal wel regelen. En in principe doet de map het nu. En voilà, ik woon zelf vlakbij Woerden, dus we beginnen in Woerden. Bevestig. Tutorial doorlopen. Nou, we weten allemaal wel een beetje hoe het werkt, dus we doen het niet.
En we zitten in een nieuwe map. Nou, zoals jullie hebben gezien, heb ik net laten zien hoe je dus een nieuw profiel maakt en hoe je de Tregon map aanzet. Het kan dus zo zijn, dat heb ik gehad, dat als je de eerste rit moet rijden om het spel te ontgrendelen, dan heb ik heel, of ik heb heel vaak bij het inparkeren op enter gedrukt, dus dan sla je het parkeren over. Je zal zien als je dat een keer gedaan hebt, of twee keer, of drie keer, of vier keer, dat iedere keer wanneer het spel wil ontgrendelen, dat hij dan crasht. Ik heb meerdere malen een nieuw profiel gemaakt en toen dacht ik van nou laat ik die trailer eens gewoon achteruit inparkeren en afkoppelen. En toen was het probleem eigenlijk verholpen. Dus als je je eerste rit gereden hebt, zorg ervoor dat je hem gewoon achteruit inparkeert en die trailer afkoppelt. Want sla je dat gebeuren over, op een of andere manier crasht het spel, werkt het profiel niet, is helemaal kut, niet doen. Gewoon even achteruit in parkeren, afkoppelen en ja, dan heb je er heel veel plezier van. Het was misschien een iets verwarrende tutorial, omdat ik twee video's tot één video heb gemaakt. Dus ik zal proberen om het zo duidelijk mogelijk te monteren. En ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet het blauwe duimpje en vergeet niet te abonneren.